bewolkt, maar het is heel benauwd. Onze laatste dag vandaag. En daar gaan we optimaal van genieten. Hallo. Je hebt het leuk, hè, Lobby? Ja. Oh, lekker krabbeltjes. We gaan nog even naar de supermarkt om lekkere dingen te halen voor onderweg. En nog voor mijn moeder wil ik wat lekkere dingen halen. En voor degene die op Mimi hebben gepast. Zo leuk, al die olijfbomen. Nou, wij houden dus de poort open. Want als we, het is hier vlakbij, en als we terugkomen, dan kunnen we namelijk... Het is natuurlijk heel stijl. Maar we hebben een buurman hier. En dat is het enige nadeel eigenlijk van dit huis. Die houdt alles in de gaten, dan doet hij de poort dicht, dan doet hij een lamp uit, dan verplaatst hij de stoelen. Dan moet er weer iets met een parasol. Voor ons gevoel hebben we eigenlijk geen privacy en dan worden we een beetje in de gaten gehouden. En ik snap het als je eigenaar bent van een huis. Maar ja, voor ons, het voelt echt een beetje van, niet helemaal vrij. Dan moet je het niet verhuren. Nee, ja, als je het niet vertrouwt, moet je het inderdaad niet verhuren. En ik snap dat er een tuinman moet komen of het zwembad gedaan moet worden. Maar nu elke keer is er van alles veranderd als wij weg zijn. En Lulu koken word ik er ook erg onrustig van. En dan worden we weer gebeld en dan moesten ze weer voor de beveiliging komen. En dan voor dit en voor dat. Maar dat zijn wij, hè. Wij zijn gewoon heel erg gesteld op onze privacy. Daar is hij weer hoor, met zijn blouseje. Ja. Jongen, jongen. Thuis is groen. Elke keer hangt hij het klaar. Dan gaan we naar de supermarkt of ergens naartoe en trekt hij hem weer aan. Die mensen zullen hier wel denken, hij heeft één blouse. En het grappige is, hij heeft echt een koffer vol met leuke kleding. Echt niet normaal hoeveel jij hebt. En dan trek hij dit weer aan. Nou ja. Hallo.
Lekker? Heerlijk. Ja. Oh ja? Ja. Echt lekker. Het is bewolkt, maar het is gewoon heel erg warm. Fijn. Hey, koffie. Op voor Rome de Parfum. Hele dorp afgereden voor een parkeerplaatsje. Maar ook meer een zeepje gekocht in plaats van een parfum. Het is wel echt een waanzinnig leuk dorpje. Kras. Lucia Limite, ma Het is nu druk, gelukkig. Bijna niemand. Thank you very much. Bye bye. Snel afrekenen en terug. Dus die is binnen. En dan gaan we weer. Je hebt een speciaal parfum van Romy gaan halen. Romy dacht dat ze een parfum had, maar het was een zeepje. Ik heb nog Fanta, dus. Oh, nou. Gelukkig was ze niet. Dat staat er dan hier voor. Hey. We letten zo goed op, maar nu staan overal staat rattengif. En Lulu heeft rattengif op. Dierenarts bellen? Ga jij eens weg. Poison. Rat. Ja, yeah, poison. Rat. She eating rat poison. A couple of minutes ago. In the garden. Yes, please. Wat is dat toch altijd met jou, Lubas? She eating in the garden. She eating rat poison. Yeah, rat poison. Kijk, en hier
kunnen zij gelijk zien wat Loeb allemaal heeft. Ja. Oh, Luba ziet toch weer, hè. Naar de dierenarts. Zo, is de ene niet naar de pillendraaier, moet de andere wel naar de pillendraaier. Wat is dit voor vakantie? Oh, naar de huisdierenpillendraaier. Ja. Ja, maar Loep. Nou, dat is ook een pillendraaier. Daar zijn er. Een vriend. Mond achterlaten. Geef gewoon een prikje mee. Deze niet achterlaten. Nee, dat is niet mijn ding. We moeten weer even naar huis, want ze moet daar even blijven. Dan gaan we er zo weer ophalen. Ja, dan gaan we Luxie weer ophalen. Nou, dat hoop ik. Nou, dat zei ze. Ja, maar ze zeiden in eerste instantie 2 uur. Frans is zo'n moeilijke taal om te leren. We kunnen ons verstaanbaar maken, maar bij een dokter, een dierenarts of bij andere dingen wat je eigenlijk nooit gebruikt, is het gewoon zo moeilijk. En ze spreken hier gewoon geen Engels. Nu waren ze met 4 of 5 mensen. Ja, met z'n 4. En dan hadden ze ergens iemand vandaan getrokken die dan een beetje gebrekkig Engels praat. Ja. Dat maakt communiceren heel lastig en ja, het is onze fout, want wij zijn in een land waar ze Frans spreken, maar wij het is echt heel moeilijk met de taal. Qua taal. Ja. En ik ben het wel steeds een beetje aan het leren, maar ik pak het op de een of andere manier niet goed op. Maar ik zou het prachtig vinden om de taal te spreken. Oh, nou, we zijn er alweer. Mee. En ze hebben het laten zien en ze had echt heel veel rattengif op. Echt heel veel. Het was echt zo'n bonk, hè? Ja, bonken. Ja, het was veel. En we zagen ook een knakworstje zitten, Loep. Die had je gestolen. Dat zagen we ook. Echt pilletjes. Ja, ze is er weer. Ik weet niet of ze mag drinken. We zijn vast alles aan het klaarzetten en inpakken. En jij ligt al klaar om naar huis te gaan. Hé? Ja. Daar is Lulu. Je mag hier eigenlijk niet op de bank, Loep. Ja, ik ga straks heel goed schoonmaken en stofzuigen. Voor nu, na dat rattengif verhaal, dan mag het heel even. Lasagne. Eentjes met tonijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan nog niet koken. We gaan nog niet. Nee, jij wil naar huis.